mijn onderzoek gaat over glas. Glas kennen we natuurlijk allemaal uit ons dagelijks leven. De glazen waar we drinken of de ramen in onze huizen. Maar glas is eigenlijk een veel breder begrip. Ieder materiaal dat je kunt verzinnen, dat kan in een glastoestand bestaan. En die toestand is niets meer dan een materiaal dat zich gedraagt als een harde, vaste stof. Maar waarvan de atomen en moleculen in dat materiaal zijn gerangschikt op een wanordelijke manier. En dat is een structuur die eigenlijk past bij een vloeistof. En, interessant genoeg, weten we ook sinds een aantal jaren dat de natuurkunde van glasvorming ook terugkomt in levende cellen, in het menselijk lichaam. En dat heeft allerlei consequenties, ook voor onze gezondheid. Bij wondgenezing bijvoorbeeld zien we een overgang tussen een meer vloeibare structuur, waarbij cellen heel snel bewegen naar de wond toe, naar een stationaire glasachtige toestand, waarbij de cellen vast komen te zitten op een plek. En dat proces, die omschakeling tussen heel bewegelijk naar heel onbeweeglijk, dat is heel erg vergelijkbaar met de fysica van een glasovergang. Een onderwerp dat ik zelf heel interessant vind en belangrijk is diversiteit binnen de academische wereld. Dat is een onderwerp waar binnen de jonge academie ook ontzettend veel wetenschappelijke kennis over aanwezig is. Met name uit de sociale en organisatiepsychologie. En het lijkt mij heel leuk om die krachten te bundelen en die kennis in te zetten en eigenlijk alle vakgebieden, en onder andere in mijn technische beta-omgeving op de TU in Eindhoven. Ik droomde ervan om de theorie van de glasovergang een stap verder te brengen en om echt dat probleem dat al decennia lang een van de grote onopgeloste problemen in de natuurkunde is, om daar echt een bijdrage aan te leveren om dat probleem op te lossen.